Zit je vast? Zit je van, jij kunt niet naar voren. Dit worden de bloopers, jongens. Ja. Ik zit vast in de Tesla. Bij wie zitten wij vandaag in de auto? Bij Walter Grim. En wat doet Walter Grim? Die is gitarist in een rockband. Nou, en daar verdien jij je centjes mee? Daar moet heel veel geld bij. Oké, en waar komt dat geld dan vandaan? Ja, ik ben ondernemer. En samen met een compagnon ontwikkelen wij kinderwagens. Ontwerpen, ontwikkelen. En die door derden worden verkocht. Wauw, dus je hebt geen eigen merk, maar je ontwikkelt voor merken? We ontwikkelen niet voor merken, we ontwikkelen zelf. En we geven merken de gelegenheid om ons model te voeren. En je werkt vanuit Nederland? Ja, ik werk vanuit Nederland en mijn compagnon vanuit de Filipijnen. Oké. Hey, en is er dan een merk wat wij kennen, waar jij voor ontwikkelt? Wat wij in Nederland natuurlijk kennen, dat willen we natuurlijk graag even weten. Nou, we hebben toevallig een Nederlands merk waar wij iets mee doen. Dat is Easywalker. Dat is een van de merken waar wij zaken mee doen. Ja. Hey, en jij vertelt net, je werkt vanuit Nederland. Maak je veel kilometers? Ik maak heel veel kilometers, maar vooral in de lucht. Okay. Dus niet zoveel met de auto. Dus we hebben de verkeerde keuze gemaakt. Ja, we zitten hier voor business bolides. Ja, eigenlijk wel. Want mijn klanten zitten natuurlijk, ja, zitten dan toevallig nu één in Nederland. Maar er zitten er ook een aantal buiten Nederland. En de productie van onze producten, dat gebeurt in China. Dus daar zit je met regelmaat ook? Ja, met grote regelmaat. Ja. Hm. Toch wel misschien een keer of 8 tot 10 per jaar. En bijvoorbeeld de afgelopen maand, waar ben je dan geweest? Toen ben ik in Amerika geweest, omdat we in gesprek zijn, onderhandeling met een gegadigde voor een van onze producten in Amerika. Hey, en nog een wat andere vraag. Heb jij een innige relatie met het CJIB qua verkeersboetes? Maar ik hoor net dat je niet zo heel veel kilometers maakt, maar toch de kilometers die je maakt? Ja, helaas wel. Dat heb ik helaas. En ik kreeg er net toevallig eentje uit Duitsland. Dus dat, Die Duitsers die vallen nog wel mee, hè? Dat scheelt. Ja, kun je ze beter in Duitsland rijden dan in Nederland? Het zou kunnen. Ik moet het nog zien wat voor bedrag het was. Ik moet alleen bevestigen dat ik degene was die reed. Want in Duitsland werkt het iets anders volgens mij. Mm-hmm. Hey, maar Walter, de hamvraag is eigenlijk een beetje. In wat voor auto zitten wij nu vandaag? In een Tesla. Tesla Model S. Dat is best bijzonder. Ja, ja. Ik ben eigenlijk nooit zo van de elektrische auto's. Maar als ik zo om me heen kijk. Ja hoor. Zet hem maar op de oprit. Ja. Dit vind ik een hele gave auto. Ja. En waarom heb je voor de Tesla gekozen? Ja, nou, ik hou heel erg van iets nieuws. Innovatie vind ik natuurlijk bijzonder. In alle eerlijkheid moet ik ook zeggen dat het bijtellingsverhaal heeft meegeholpen. Omdat je maar 4% bijtelling hebt met een elektrische auto. En dat is natuurlijk de reden dat je een keer een proefrit gaat maken in zo'n auto. Maar als je dat dan doet, dan merk je ook dat je echt in iets bijzonders rijdt. Het is heel innovatief, maar het rijdt super, super lekker. En ik ben ook absoluut blij dat ik de keuze heb gemaakt. Want ik zal ook nooit iets anders meer gaan rijden. Want wat is de actieradius van deze auto? Nou, het ligt een beetje aan natuurlijk aan je rechtervoet en ook aan het weer. Als het heel koud is, dan zul je wat minder ver komen. Maar dat ligt ergens tussen de 300 en de 400 kilometer in de praktijk. Ja, oké. En je hebt tegenwoordig genoeg oplaadpunten onderweg waar je gewoon, als het nodig is, kan opladen. Ja, dat kan, maar ik doe het eigenlijk nooit, behalve zo af en toe een snellader van Tesla. Dat is als je op de lange afstanden, kom je daar altijd wel langs. Als je een lange afstand rijdt, of misschien naar Duitsland of naar Zuid-Nederland, dan kun je altijd aan de snellader even hangen. Dat gaat heel erg snel, dus dan ben je ook zo weer op weg. Mm-hmm. Maar voor de dagelijkse ritten, ja, ik laad alleen maar thuis. Wat is voor jou belangrijk aan een auto? Als je een auto gaat kiezen, dat je denkt, oké, dit en dit en dit moet erin zitten. Nou, ik vind comfort gewoon hartstikke belangrijk. Dat is één ding, veiligheid natuurlijk. Mm-hmm. En betrouwbaarheid. Ja. En waar ik wel benieuwd naar ben, je rijdt nu natuurlijk in zo'n geweldige elektrische super deluxe Tesla. Wat was jouw allereerste auto? Dat was een kanariegele Toyota Corolla, die ik voor voor 1250 gulden heb gekocht. Geweldig. En hoe oud was je toen? Ik denk dat ik 19 was. Oké. Okay. Hey, kanariegeel. Kanariegeel. Vertel, waarom? Was dat toevallig de auto die je tegenkwam en dat je dacht,
Laten nou, we doen. Nee, weet je, met zo'n budget kan je niet zo selectief zijn natuurlijk. En de vader van een vriend van mij, die zat in de auto's, autohandel. En die zei, ik heb wel wat moois staan, dus wezen kijken en ja, gekocht. Hey, en heb je nog een droomauto? Of is dit jouw droomauto? Ja, ik moet zeggen, in het verleden had ik altijd wel droomauto's. En ook al eens gereden natuurlijk. Maar als je... ja, het is toch ook als je ouder wordt, dan verandert dat ook wel. Tenminste bij mij. En ik moet zeggen, ja, dit is wel mijn droomauto. Ik zou nu ook niet weten wat ik liever zou rijden dan dit. Eigenlijk onze laatste vraag is... wie zou jij voor willen dragen voor de volgende Business Bolides en waarom? Een goede vriend van mij, Michel van Dijk, zou ik graag voor willen dragen. Hij maakt heel veel zakelijke kilometers. Auto's is voor hem, dat is een belangrijk ding voor hem. Hij is ondernemer, hij heeft een heel mooi meubelmerk, Icoon. Dus ik denk dat hij, en hij heeft altijd wel wat leuks te vertellen, leuke verhalen. Dus ik denk dat dat absoluut de moeite waard is om hem te interviewen. Dus wij moeten naar die kilometervreter. Yes, daar gaan Michel we van Dijk, zei je? Michel van Dijk. Michel, wij komen eraan.